Goedemiddag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het 10 februari. En jullie hebben me al een tijdje niet gezien. Ik heb tussendoor wel geprobeerd om wat te vloggen. Alleen ik had er gewoon echt de tijd en de energie en zo niet voor. Ik ben, even kijken, nu een week met verlof. Niet afgelopen donderdag, maar de donderdag daarvoor heb ik dus voor het laatst gewerkt. En nu zit ik dus een week thuis. Ik heb wel wat dingetjes gedaan en op een of andere manier lijkt het nu alsof mijn agenda voller is als voordat ik met verlof ging. Maar dat heeft denk ik ook gewoon te maken met het feit dat ik mijn werk en zo niet in mijn agenda zet. Want dat is gewoon elke keer hetzelfde. Maar ik heb dus nu ook allemaal afspraken erin staan met dat er dingen geleverd moeten worden van Medipoint, klossen en dergelijke om ons bed omhoog te zetten. Dat we nu nog wat, ja, eigenlijk een beetje op het laatste moment nog wat cursusdingetjes hebben. En wat afspraken met mensen en afspraken met verloskundigen. En het wordt gewoon allemaal heel erg krap en druk. En we moeten nog zo ontzettend veel. Vandaag heb ik het plan om een beetje te gaan beginnen met de babykamer. Een beetje laat, want over 18 dagen is de uitgerekende datum. Dat is een beetje een kort dag. Maar in principe, we hebben alle spullen. Het is alleen dat de kamer waar we het in gaan, waar we de babykamer van gaan maken, die staat nog helemaal vol met andere spullen. Dus ik ga denk ik stukje bij beetje die kamer leegmaken, wat dingen verschuiven en verplaatsen, zodat de commode en het ledikantje en dergelijke allemaal in die kamer kunnen. Verder ligt er al laminaat en er hangen al rolgordijnen en het is allemaal al geverfd, dus daar hoeven we niet zo heel veel aan te doen. Maar dat is wat ik dus vandaag een beetje wil gaan doen. Stukje bij beetje. Want ja, voor je het weet ben je buiten en dan komt er ook niks van. Komende week wordt er nog een box bezorgd. We hebben een hele mooie box mogen uitzoeken als cadeautje van ons, van mijn schoonouders. Van de ouders van Paul. En die wordt aankomende week geleverd. Net zoals de spullen van Medipoint die worden geleverd. En een hele grote bestelling van Kruidvat wordt geleverd. Allemaal dingen die we nog nodig hadden. Dus ik ga nu lunchen. Ik ga Wentelt eventjes bakken, want daar heb ik heel erg veel zin in. En ik heb nog wat eieren liggen die op moeten. En dan ga ik maar eventjes douchen. Mijn haar moet ook gewassen worden. En tja, dan gaan we maar eventjes aan die babykamer, denk ik. Het is inmiddels 3:15. Ik heb gedoucht. En toen had ik geen energie meer. Ik denk dat ik even een kopje thee ga drinken. En dat ik even verder ga met mijn haakwerkje. Ik ben namelijk begonnen met het haken van een ledikant dekentje. Ik wilde heel graag een ledikant dekentje in zo'n wafelstof. En dan in paars. Want paars en geel zijn de kleuren die we in onze in de babykamer willen gaan doen. Maar ik kon niks vinden. Maar nu schijn je dus ook zoiets zelf te kunnen haken. Dus ben ik daarmee begonnen. Het is best wel veel werk. En ik ben niet zo'n hele goede haker. En zeker niet een hele snelle. Dus nou ja, het heeft even wat om handen. Maar het is ook een hele fijne manier om een beetje tot rust te komen. En als ik daarna een beetje ben bijgekomen, misschien dat ik dan alsnog aan de babykamer ga beginnen. Ik wil in ieder geval, ik heb nog een boekenkastje in die kamer staan. Met studieboeken, die wil ik daar sowieso weghalen. En ik wil wat, ja, wat spullen gewoon daar weghalen, zodat er wat ruimte ontstaat. Er staat nog een hele grote rode kast in. En die kan ik niet in mijn eentje uit elkaar halen en verplaatsen. Daar heb ik echt hulp voor nodig. Want tillen en zo, dat gaat nu eventjes lastig. En ja, dat is het eigenlijk eventjes een beetje. Ik zit heel erg te wachten tot er een beetje dat gevoel van nesteldrang komt of zo. Ik hoor anderen er wel over. Van ja, en dan heb je opeens heel erg de behoefte om het te gaan schoonmaken en opruimen en... Nou ja, dat heb ik dus helemaal niet. Laat staan dat ik er energie voor heb. Dus ik ga nog eventjes een rijtje haken en een kopje thee drinken. En dan hoop ik nog eventjes boven aan de gang te kunnen. Nou, ik ben weer een beetje bijgekomen. Ik heb nog een stukje gehaakt. Ik heb even wat gegeten.
heeft ook wel een klein beetje geholpen. Dus we gaan nu naar boven en dan ga ik jullie eventjes de kamer laten zien. En ga kijken of we een beetje ruimte kunnen gaan maken. Dan moet je niet schrikken van de puinhoop, want er is een reden voor. Dit is dus het kamertje wat we gaan gebruiken als babykamer. Deze rode kast die hebben we leeg gehaald als het ware. Al die spullen die staan hier nu buiten in kratjes. En daarachter staan een hele hoop babyspulletjes. En wat ik eigenlijk vandaag wil doen is dit kastje verplaatsen naar de kamer hiernaast. En wat hier nog staat, dat is een bureaublad. Een hele grote. En die moet Paul maar naar beneden zien te krijgen. Die hoek leeg, maar de rest van de kamer is nog steeds aardig vol. Daar heb ik ook wel wat hulp voor nodig. Kijk, natuurlijk die babyspulletjes die er allemaal liggen, dat zijn echt een heleboel. Al een beetje onderverdeeld in kleding. Hier ook nog kleding en ik heb hier nog een zak kleding. Allemaal variërend van maatje 50 tot en met maatje 74 of zo. Ik heb hier nog allemaal handige dingetjes zoals een draagdoek en hoeslakens en washandjes. Hier zitten vooral van die hydrofiel luiers en weet ik wat allemaal in. Dus, gooi jullie er bijna af. Dus ik heb een hele hoop spullen. Ik heb hier een heel schattig een baldekijntje, maar die gaat dus niet boven het bedje. Omdat die volledig van polyester is gemaakt. Ik had hem besteld via AliExpress en er stond op dat die van katoen was. En aangezien die Paul die werkt in theater en daar hebben ze heel vaak te maken met brandveiligheid en zo. Dus ik had al tegen Paul gezegd, volgens mij is dit polyester. En ik weet niet of dat wel veilig is om dat boven een bedje te hangen. Dus we hebben een stukje van het knooplintje hebben we afgeknipt. En daar hebben we een vlammetje bij gehouden. En dan begint het dus gewoon gelijk al te druppelen. Dus dat wil je natuurlijk niet boven je bed hebben. Hondje wil even naar buiten. Ga ik weer eventjes een kopje thee drinken. Maar weer verder haken. Want ik begin alweer aardig last te krijgen van harde buiken. En dan heb ik alleen nog maar een kastje verschoven. Maar dat is al heel wat. Ik heb ook meteen wat boeken uit de kast gehaald die ik ga verkopen op bol.com. Dus dat ga ik dan ook maar meteen doen. Goedemiddag, vandaag is het maandag. We gaan vanmiddag een maxi-cosi houder, standaard ding, ophalen die in de bakfiets kan. Hij hoort officieel niet bij de bakfiets, dus we moeten zelf een installatiemanier bedenken om hem te bevestigen. Maar dat vind ik veiliger dan wanneer ik hem achterop een fiets of zo monteer. En aangezien ik geen rijbewijs heb en ook wel eens met de bakfiets weg wil, dan is dat wel handig. Dus die gaan we zo meteen ophalen. En dan hebben we vanmiddag een partner doula cursus. Ik ga het waarschijnlijk niet allemaal filmen, want dat is een beetje raar. Maar ik ga jullie zeker wel vertellen hoe of wat. Ik ben met mijn kleedje al aardig opgeschoten. Het wordt best wel een flinke lap. En ik zit nu een beetje te twijfelen of ik gewoon. Ik zit nu een beetje te twijfelen of ik gewoon doorga met paars. Of dat ik dus ook er geel ermee ga combineren. Want dat zijn een beetje de kleuren die wij gaan gebruiken in de kinderkamer. Maar dat, ja, daar twijfel ik nog een beetje over. Ik ga zo nog eventjes iets proberen te eten. Ik moet elke keer hele kleine beetjes eten. Want ik merk gewoon dat dat anders gewoon echt zeer gaat doen in mijn maag. Dat kan niet weg. En dan gaan we weg. Goedemorgen, vandaag is het dinsdag. Gisteren heb ik alleen 's ochtends even iets gevlogd.
En verteld wat we gingen doen. Daarna eigenlijk niet meer. We zijn namelijk een maxi-cosi-houder voor in de bakfiets wezen halen. En daarna zijn we naar een cursus geweest. In eerste instantie was ik helemaal niet van plan om iets van een zwangerschapcursus te doen. Omdat ik toch elke keer een beetje in mijn hoofd zit met dat het allemaal van die puffcursussen zijn en zo. Dus ik niet zo op te wachten. Ik ben heel erg nuchter ingesteld. En ik ga ervan uit dat mijn lijf is ervoor gemaakt om kinderen te baren. Dus dan ga ik er ook vanuit dat, dat ja, je hormonen en je instinct en zo daarin mee gaan helpen. Maar daar heeft Paul bijvoorbeeld helemaal niks aan. Dus ik werd door iemand getipt over dat er op Social Deal een partner doula cursus stond van ouderschap voor elkaar. En die heb ik dus een tijdje geleden, had ik die al, had ik daar al een voucher voor gekocht. En die was geldig tot 7 maart. En aangezien wij 28 februari zijn uitgerekend. En je zo'n cursus meestal doet voordat je gaat bevallen. Heb ik vorige week toch maar even snel een afspraak gemaakt. En dat kon gelukkig nog. Het is een cursus die is opgedeeld in twee delen. Dus we hebben gisteren hebben we dan het eerste deel gehad. En ze heeft ons allemaal een beetje verteld van, nou ja, hoe gaat zo'n bevalling dan in zijn werk? Wat voor fases zijn er? En dat zijn voor een groot deel dingen die ik zelf al weet. Maar ja, Paul verder helemaal niet. En dan is het toch wel fijn dat hij dat soort dingen ook een beetje meekrijgt. En hij krijgt nu ook gewoon wat handvatten van wat hij kan doen op het moment dat ik daar helemaal in de zone ben. En ja, bezig ben met bevallen. En dat is ook iets waarvan ik blij ben, omdat dat zijn ook dingen die ik zelf niet kan zeggen. Ik weet niet wat ik fijn vind op het moment dat ik daar zit te puffen. En ik weet niet wat ik wel of niet prettig vind. Ik ben nog nooit bij een zwangerschap, bij een bevalling geweest. En ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Dus geen idee. En Paul heeft dus nu gewoon wat handvatten gekregen van wat hij kan doen. En wat we samen kunnen doen. Om gewoon de juiste sfeer te creëren en om van dat soort dingen. Dus dat is wel heel erg fijn. We hebben volgende week maandag hebben we dan een tweede deel. En we hebben wat oefeningetjes meegekregen. Of in ieder geval dingetjes meegekregen die we kunnen oefenen. En wat tips en zo. Dus ik ben wel blij dat we erheen zijn gegaan. En voor zo'n social deal is dat gewoon, gewoon, ja, het is gewoon echt wel leuk. Gisteravond hebben we nog eventjes een filmpje gekeken. En ondertussen ben ik verder gegaan met mijn dekentje. Zien jullie meteen een beetje wat de kleuren zijn in onze babykamer. Dus paars en okergeel. Ik ben normaal niet zo heel erg van het haken. Het is wel, ik kan haken, zoals je kan zien. En ik had zo'n wafelsteek nog nooit gedaan. Maar omdat ik al die wafeldoeken en zo van Kuka heel erg mooi vond. Had ik zo van, ja, zoiets wil ik eigenlijk ook wel. Alleen ik vind die dingen van Kuka allemaal zo ontzettend duur. Dus ik heb via Marktplaats heb ik een hele hoop spullen van Kuka op de kop weten te tikken. Die heb ik allemaal een nieuw fris kleurtje gegeven. Maar ik wilde er een mooi ledikant dekentje bij maken. Dus ik ben nu zelf een ledikant dekentje aan het haken. Dus hij wordt gestreept in paars en geel. En daar ga ik zo nog eventjes mee verder. Vanavond gaan Paul en ik in Alkmaar wat eten. En daarvoor wil ik nog eventjes naar de Primark of Primark of hoe dat mag heten. En even naar de stoffenwinkel. En misschien dat ik naar de kapper ga. Ik ga van naar Alkmaar. Ik ga nu even wat haken. En misschien wel. Oh,
Nou, ik ben alweer een heel eind opgeschoten. Het gaat toch niet zo snel als dat ik in mijn hoofd had. Maar goed, ik kom er wel, uiteindelijk. Ik heb mijn tas ingepakt. Ik ga zo richting Alkmaar. Ga ik nog eventjes naar de Primark om wat dingen te halen. En naar de Sikkens als die nog open is. Want die gaat volgens mij om 4:30 dicht. Het is nu 3:15. Dus als het goed is, red ik dat. En dan zie ik Paul straks in Alkmaar. Want dan gaan we samen daar wat eten. Zo, het is inmiddels 10:30. We zijn weer thuis. Ik heb nog best wel wat spulletjes meegenomen. Die zal ik jullie morgen nog even laten zien. En we hebben lekker gegeten bij Tapas & Co. in Alkmaar. Dat is op zich wel lekker. Ja, niet heel erg bijzonder of zo, maar via Social Deal was het wel leuk. Wij gaan gewoon zo lekker in bed liggen. En dan laat ik jullie morgen even zien wat ik allemaal heb gekocht.